KPN, Mediamarkt, PayPal en Fox Sports. Partners van de E-divisie. Ja, 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 speel 109, welkom. We hebben hier een topper van je welste. Het is ADO Den Haag, de nummer 3, gedeeld nummer 2 kan je wel zeggen, met dit team. En hij speelt niet zomaar tegen iemand, hè. We zien wel een team, een Serie A-team. Het verdedigende spel van Mitchell, die af en toe ook zeker kan scoren. Maar hij speelt tegen een man, de nummer 1, Tom Heijnen. Ja, deze man, dat is ongekend. Dit team hebben we ook zo vaak over gehad. Maar het blijft gewoon legendary, oftewel iconary. Want ja, zijn nu icons in de game. En ik ben hier niet zomaar met iemand, hè. Ik heb het al vaker gezegd, ik ben hier met Lode de Bo. Dankjewel, want een intro weer. Ja, dit is ook weer een intro, want dat moet ook wel. Want ja, het is ook een intro van de wedstrijd, want dit is echt een topper, hè? Dit ja, is echt een topper. Nummer 1 tegen nummer 3. En Tom is natuurlijk van het aanvallende voetbal, dus ik denk dat Tom ook vooral heel erg in de aanval is. En Mitchell is defensief. De defensieve reus die gewoon een nul kan houden en de hele wedstrijd dood kan maken om maar gewoon 3 punten te pakken. Dus ik denk dat het balbezit 90 om 10% wordt, denk ik. Ja, ja, dat zijn de twee uitersten zijn die tegen elkaar gaan spelen. Het is wel ADO die verrassend al een corner te pakken heeft. Die neemt hem met Mertens, want dat is natuurlijk niet de allerbeste kop. En dan laat hij die bal akkoord komen. Want dat is ook niet de allerlangste. En die gaat misschien een trucje doen. Die gaat nu al tijd trekken. Dat is ook interessant om te zien. Nu al die punt binnenhalen. Mertens is goed gespeeld. Oeh, de 16 in. Maldini kan wegwerken. Dat is ook een aardige verdediger, heb ik vernomen. Kijk, daar gaat Bill. Bill zet meteen Ronaldinho weg. Ronaldinho, oh, die kan scherp kappen. Iets te scherp. Slordig, slordig paasje. Risico dit. Dit is heel erg slordig. Dat zijn we niet gewend van Mitchell. Dit ook niet. Dit ook. Dit, met je als even heel even die weg kwijt nu. Oei. Nou, in ieder geval is de rust weer wedergekeerd nu, denk ik. Want ADO laat het balletje nu even rondgaan. Maar ja, toch de druk van Tom. Dan kan je nog zo verdedigend spelen, maar dat is ongekend. Want die man denkt maar aan één ding en dat is doelpunten maken. En ja, Mitchell denkt ook maar aan één ding en dat is geen doelpunten tegenkrijgen. En dat kunnen we ook terugzien. Want we spelen hier Roda, het meest scorende team, tegen Mitchell, het minst. Zo, dit is een log. Hoe krijg je dit voor elkaar? Het team met de minste goals. Ik was, ik denk, laat je even uitpraten. Ja. Maakt niet uit. Dus dat is interessant inderdaad om te zien. We zien wel dat Mitchell al wil wisselen. Die heeft al op start gedrukt. En ja, ondanks trouwens, we zeggen wel dat de Rode heel aanvallend is en Mitchell heel defensief. Dat betekent trouwens niet dat ze niet kunnen verdedigen en niet kunnen aanvallen. Nee. Maar ja, dat zijn gewoon de kwaliteiten van deze spelers. Dit is wel de Eredivisie top waar we nu naar kijken. Hè? Deze twee teams zijn wel aan elkaar gewaagd. Van tevoren had niemand eigenlijk gedacht. Oh, terwijl nu toch die kans is. Oeh, ja, die is links. Die bal heeft wel fraude schoten, heb ik gehoord van Mitchell. Fraude schoten. Leia. Maar niet eens een Leia is het team. Den Haag. Nee, maar dit zijn de twee teams, tenminste, die ik van tevoren niet op deze positie had geschat. Nee, natuurlijk niet. Het zijn wel allebei spelers die vorig jaar ook mee hebben gedaan. Dus misschien de druk van de camera's zo iets minder voelen dan misschien de nieuwkomers. Maar ja, we zien toch ook dat spelers die vorig jaar mee hebben gedaan ook iets minder presteren dan vorig jaar. Ja. Ik noem bijvoorbeeld een Dani. Maar ja, dat is toch opvallend inderdaad. Dat je deze mannen aan de top ziet. Kijk, Ali hadden we natuurlijk al verwacht. Die staat gelijk met ADO Den Haag. We zien hier agressie 5. Breedte team 15. Ja, dit is echt. Dat is aardig verdedigd. Dit is, hij doet schieten eentje minder. Hij denkt, ik heb net iets te veel geschoten. We gaan hem één tikje terug doen. Maar even agressie. Maar het moet, denk ik, jongen, ook wel. Want als je net, je zag net van tevoren, besprak jij de teams. 5 icons voor Tom. Ja. En geen 1 voor Mitchell. Ja. Ja, tot nu toe heeft hij nog niet heel veel problemen ermee gehad. Maar ja, dit is wel echt ook een heel ziek team waar hij natuurlijk tegen speelt. Ja, het is. Ga je dat nog zien, denk je, deze wedstrijd? Ja, ik weet niet. Zoals ik al zei, in de vorige wedstrijden hebben we het niet echt. Heeft hij ook vast wel tegen teams gespeeld met icons. En daar heeft hij het wel tegen volgehouden. Ja. Maar ja, Tom is natuurlijk wel van een andere orde. Die kijkt heel stiekem nu even naar rechts. Even afkijken bij Mitchell wat er allemaal gaande is. Dat doet hij heel slim. Dat is heel sneaky wat hij doet. Maar ja, dat mag gewoon. Dat is niemand die hem dat verbiedt. Er zit maar een klein muurtje tussen. Daarom. En het is ook een vrij kort muurtje. Maar dit is ook een korte aanval. Schiet dan! En dan is het Ronaldo. En dan is het 1-0. Ja, dan klasse. Sta je dan met je agressie op 5. En dat vuistje. Toch een vuistje weer. En dat vuistje komt erbij. Ja, dan ben ik toch heel benieuwd. Dit is wel heel goed voor de wedstrijd. Het is trouwens niet perfect gekiept, kan ik je mededelen, want het schot was niet heel erg in de hoek. Het is wel Cristiano Ronaldo die rug nummer 10 heeft, of het is in minuut 10. Ik denk dat het toch rug nummer 10 is, want het is de 20e minuut. En ja, het is interessant wat er nu gaat gebeuren, want gaat ADO nu nog steeds zo defensief spelen of gaan ze nu aanvallend spelen? En wat gaat Roda doen? Ik denk dat Roda sowieso door blijft stomen, daar niet van. Maar Roda gaat gas geven, dus maar hier ADO is ADO, die nu leg hem af! Slecht! Tweede paal! Tweede paal! Roda baalt ook. Die denkt ook van, ik moet nu rustig blijven. Joei. Tweede paal stond namelijk iemand Pasen helemaal van Isco vrij. Bij Roda is hij 25% maar, hè? Dat zijn risicopaasjes allemaal. Staat op 10, hè? Ja. Alle ballen op Ronaldinho worden het dan. Ja, hier zit goed tussen. Nee, ADO die echt, is ook goed, hè? Die echte aanval zoekt nu, hoor. Ja. Mertens, weer die ballen. Probeert hem door het centrum te spelen. Lukt niet helemaal. Ja,
Ik ben van mening dat ik denk dat ik dat het niet bij 0-1 gaat blijven. Nou. Maar laten we dat maar eens even zeggen. Zo donker bij mijn moeder dat nee. Jij gelijk gaat hebben. Want ja, natuurlijk kan Mitchell vaak op de nul spelen. Maar ja, dat is nu alweer teniet gedaan. Dus hier is Ronaldo. Onderin. Is een mooi hakje ja, op dat deel. Is goed gezien. Hij was op buitenspel. Joh. Was goed ingestapt van Mitchell, die natuurlijk nu met Dries Mertens, de rappe Dries Mertens natuurlijk eruit kan. Die gaat er ook overheen, die wordt ook gevonden. Maar daar zit Vieira er heel goed tussen. Dus gaat onze grote vriend Tom Heijnen weer counteren. Vieira met de bal. Modric in het centrum. Isco. Ronaldinho. Goed gespeeld. Wow. Ja, dit is druk. Mitchell zit niet rustig. Nee. Maar ja, wat moet je ook. We hebben het al zo vaak gezegd. Tom, jongen, dat is een aanvallende tornado. Hoppa. We zien hier een Okocha-flik. Die kan je niet ook lopen doen. Ja. En denk, weet je wat, als ik dat toch 1-0 achter sta, ga ik gewoon meteen een trucje doen voor de kijkers. Toch leuk. Ik kan hem steken. Ja, goed gespeeld. Bill. Oei. Bill met zijn rechter natuurlijk. Niet zijn favoriete voet. Rustig ademhalen. Been. Modric die hem aflegt. Isco strak de 16 in. Gaat hij dan weer doorcombineren. Dat doet hij vaker. En dan is het weer... Ado die toch nu kan counteren, goed, dat is toch ook een kwaliteit van Mitchell. Heel veel ruimte. Heel veel ruimte. Die zijlijn op zoek om aansluiting te vinden. En dan gaat hij hem strak inspelen, denk ik. Dat doet hij niet. Die ballen, daar zoekt hij toch aansluiting. Staat iemand aan de rechterkant? Niemand aan de rechterkant. Nee, hij zocht ook aansluiting, maar die kwam niet echt. En dan is het nu weer de tornado van Roda die afgestopt wordt hier. Door de duinen van Den Haag. Maar Casemiro hier op die ballen. En dan is het Mertens, Ronaldo. Oeh, verkeerd ingestapt. Nou, daar gaan we. 1 tegen 1. Die ballen naar zijn linker. Naar zijn linker. Spelen Ronaldo. Ronaldo, nee. Nee. Toch, was hem niet. Toch zie je dat, ondanks dat het scorende vermogen van Roda een kwaliteit is, dat hij ook wel kan verdedigen, hoor. Jawel. Maar je staat natuurlijk niet zomaar eerste. Laten we even wel wezen. Nee, hij speelt gewoon risico FIFA. Ja, we zien... Het is gaan en met z'n allen terug. En die spelers kan natuurlijk ook wel. Kijk, hij gaat niet schieten. Hij wacht. Ah, nu wel, ja. Dat doet hij normaal niet. Oh. Weer Bill met zijn rechter. Het is nog niet de dag van Gareth Bale. Alleen als je ziet, wat ik net zei, de minste tegengoals zijn voor Den Haag samen met Excelsior. Die hebben 11 tegengoals geïncasseerd. Rode heeft er 19 geïncasseerd, maar die heeft ook 35 doelpunten gemaakt. Voorafgaand aan deze wedstrijd dan. Die staat nu op 36. En Mitchell heeft er 21 gemaakt. Dus dat is wel nog een degelijk verschil. Ja. Dus ja, het is vooralsnog goed dat hij 1-0 zal vallen. Maar ja, het is nog niet echt een score nog meer uitgedrukt. Je ziet met Mitchell ook altijd. En Mitchell die speelt altijd wel ook redelijk op safe, ook voorin. Ja. Het is niet iemand die volle bak meteen gaat schieten van afstand. Zoekt ook zijn momenten, zoekt ook de kleine ruimtes op, ook om te tikken. Dat merk je nu ook, want het is natuurlijk de eerste helft. En eigenlijk is Mitchell maar 2 keer echt gevaarlijk geweest. Ja. Dus die is niet iemand die volle bak, die wil ook mensen voor de bal hebben, wil ook uitkiezen. Ja, ik ben benieuwd wat hij in de rust gaat doen, want agressie 5, ja. Als je nog een doelpunt wil maken, dan zou ik niet op agressie 5 spelen persoonlijk. Dat wordt aangepast, denk ik. We zien ook hier de schoten op goal, die spreken echt in het voordeel van Roda. Dan gaat hij het aanpassen, Mertens. Voor Martial? Ja, Mertens. Toch iets meer snelheid en kracht, denk ik, erin. En hoe gaat hij het achterin doen, bij verdedigen? Ik ben benieuwd. De 5 gaat... Hij laat het staan? Toch? Ja. Wat? Oké. En blijft vertrouwen hebben. Alleen Martial voor Mertens dus. Ja, en iets meer voorzetten. We gaan even kijken naar de opstelling van de tegenstander, denk ik. Oké, gedurfd. Ja. Gedurfd, 1-0 achter tegen Tom. Hij houdt vast aan zijn toch wel een soort van tactiek. Het is natuurlijk ook zo, als je tegen Tom nu volle bak op de aanval gaat. Als Mitchell, dat is niet echt jouw spel. Ja, en je gaat nu wel op de aanval. Dan is misschien helemaal gatenkaas natuurlijk. Hè? Ja. Ja, nogmaals, we hebben het al vaker gezegd. Ik heb het ook al vaker gezegd. Ik ben natuurlijk geen e-sporter. Ze zullen het ongetwijfeld beter weten dan ik. Maar ja, ik geef slechts mijn meningen. Ja, er moet iets veranderen. Kijk, als je het zo van de zijkant kijkt. Ik heb natuurlijk vorig jaar meegespeeld. Als je 1 schot op goal hebt. En je speelt tegen Tom. Ja, dan ga je... Dat is niet lekker. Ik denk dat in de 60ste minuut, 70ste minuut, dat hij dan volle bak gaat. Ja, hij wil wel. Nu nog even aankijken. Een paar kleine kantjes, maar wel het spel. Hij heeft wel balbezit gehad tot aan de 16. Klinkt heel gek, maar hij wil misschien met 0-1 laten nog, voorlopig. Dit is goed gespeeld, moet je hem terugleggen. Ja, goed gelezen, hè? Dat is knap van Tom, hè? Je ziet dat hij turn gaat doen. Ja, we zien toch ook dat Tom nu iets meer op de counter speelt. Nou, dan wordt hij ook toe gedwongen door Mitchell. Ultra verdedigend, hè, Mitchell? Zet hem net op ultra verdedigend. Ik weet niet... Ja, het is... Heel aparte keuze van tactiek. Defensief. Van zoals ik al zei, misschien hoopt hij nog dat het gewoon 0-1 blijft. En dan in de laatste minuut nog even kan prikken. Oh, dit is goed. Oei. Nou, dan gaan we die ballen. Ja, want
de lachende derde zou zomaar PSV kunnen worden. Want één van zijn concurrenten gaat natuurlijk punten verliezen. Dit is lekker kijken hoor, in Eindhoven. Ja. Als je dit op je tv aanzet of op YouTube gaat kijken, dan ga je even lekker achteroverleunen. Bakje koffie. Bakje pleur erbij. Even een lekker taartje. Ja. En we gaan kijken. Kijken wat ze doen. Waarschijnlijk hoopt toch wel op een gelijk spel. Maar ja, en dat kan zomaar gaan gebeuren als nu die bal uit gaat zitten. Oeh, en een rebound. Ja. Jazeker. 1-1. Ja, dit is echt ongekend, hè? 1-1. Garrett Bale. Hoppa, lekker. Hoppa, lekker, zegt hij dan. Dit is echt. Oei, oei, oei. Agressie of? Ja, hij bewijst toch het tegendeel. Ja. Hij bewijst het ongelijk van ons. Blijft toch vertrouwen hebben in zijn eigen tactiek. En hij speelt gewoon op defensief. Van binnen zit niks aan de hand. Van binnen gaat Mitchell dit terugkijken en dan gaat hij tegen mij zeggen in zijn kamer van Bas, zie je nou wel jongen? Met je commentaar ook een keer. Ja. Ja. Ben je een gek gezwans? Oude lul. Nee, hey, maar wat jij dan nu zegt, nu is als het zo blijft, is Ali echt een lachende deel. Ja, echt. Dat is gewoon twee concurrenten die twee punten verspillen. Want stel Ali die pakt de punten en het blijft zo. Gaat hij over ADO heen. En dan precies, heeft hij nog één punt achter Roda. En één punt achter Roda. En dat is heel erg lekker. Dus, terwijl je nog een onderlinge confrontatie hebt zelfs. Dat is echt een hele belangrijke pot. Dus Tom moest al wel echt iets moeten gaan veranderen nu. Ja. Die weet natuurlijk ook hoe Ali bezig is de laatste weken. Ja. Ja, Ron, die kijkt die wedstrijd ook. Die denkt ook, oh, die jongen die is on fire. En helemaal als het zometeen bijna dus 2-1 wordt. Die heeft ongetwijfeld de pot tegen Dani gezien. En daarna ook nog gezien dat hij tegen Groningen won. Dus ja, hij ziet ook gewoon dat PSV gewoon vol gas geeft. Ja, dan kan misschien die druk wel iets meer opgevoerd zijn. Bij Roda. En als je dan nu ook nog gelijk staat tegen ADO, wat niet te schande is, laten we wel weten. Maar natuurlijk. Niet leuk tegen Mitchell spelen hoor. Nee, dat is niet fijn. Dat is niet fijn. Ik denk nu helemaal niet. Want nee. Ik denk stiekem dat Mitchell met een gelijkspel genoegen neemt. Denk het wel. Denk ik stiekem van binnen. Terwijl ja, natuurlijk wil je winnen als je in de top 3 staat. Maar als je tegen Roda. Ja, je moet ook je eigen kwaliteiten kennen. Oh, en ook je eigen team kennen. Ja. Leg die zwart-wit, leg die naast elkaar. Dan kan je met 1-1 heel, heel erg tevreden zijn. Dat denk ik wel. Maar Roda. Oei, oei, oei. Cornertje. Ronaldinho die ging op een hele merkwaardige manier opstaan. Maar goed, dat zal vast de Ronaldinho manier zijn. Hier afleggen in de 16. Zo, scoopteuntje naar links. Nainggolan onderschept die balla. Zo, gevaarlijk even voor je goal even uitverdedigen. Ja. En het is maar echt toch goed af hoor. De andere 16 waar je moet gaan tikken. Dan kan je steken. Ronaldo. Oh, nee, Ronaldo. Krijg er mee. Ronaldo gaat weg. Ronaldo is weg. Naar binnen. Leg af. Afleggen. Leg af. Ja, dit kan niet. Oh, oei, oei, oei. Dat schudt hij, ja. Hoppa. Yes! Hoppa, lekker dan! Oh, jongen. Die ballen fraudeschoten. 2-1 voor ADO, ongekend. Echt ultra verdedigen, ja, daar gaan we. Ja, nu kan je de donder opzeggen. Nu gaat het los. Nu gaan de duinen weer gebouwd worden hier. En dan in Den Haag, kan ik je vertellen. Die bestaan al, maar in het stadion gaan ze nu ook staan. Het Kyocera stadion. Ze worden gek. De lange poten en het plein. Nou. En dan kan Tom nog even zijn best doen. Met Ronaldinho. En nou wordt het echt heel interessant. Want echt, ik kan je nu vertellen dat Mitchell een boete krijgt als de spelers over de helft van de tegenstander gaan. Ja, is Tom nu in staat om zo aanvallend te spelen en zo goed aanvallend te kunnen spelen om het Mitchell moeilijk te maken het laatste kwartier? Ja, dit wordt echt interessant. Dat Want, is ja, het. Dit zijn echt de kwaliteiten van beide mannen. En er wordt nu een beroep gedaan op de kwaliteit van Tom natuurlijk. Het aanvallende spel van Tom. Ja, en ook op het verdedigen van Mitchell. Dus dat zou best wel een interessante schaakspel kunnen worden. Slordig dit. Een countermogelijkheid wel voor Roda met Ronaldo en Ronaldinho. Ja, je wordt zo gek van die naam. Dit is goed gestoken hoor, Hij zet Gary Bill en hij zegt echt goed. Het wordt ook steeds gekker. Mitchell, die vindt een beetje mooi hè? Ja, zie je die glimlach? Dit vindt hij mooi. Vuile viespeuken. Als het mentaal wordt, dan vindt Mitchell het echt geweldig. Die weet ook dat Tom nu niet in zijn spel zit. Dan moet je niet instappen. Oh, verkeerd keuze. Als Mitchell ruikt dat het mentaal niet zo goed zit bij de tegenstander, dan gaat hij toeslaan hè? Oh, iemand wil op start drukken, maar dat kan niet meer. Die heeft hij al gedaan. Ik denk dat Mitchell is. Ultra verdediger. Ja, Mitchell die wil nu natuurlijk 5 uit de back gaan spelen, maar die kan niet wisselen. Cornertje, ingooi. Kijk, dat is wel opvallend, hè? Oh, wat doe je nou? Oh. Dat loopt nog goed af ook. Maar dit is wel interessant. Mitchell wil wisselen, maar hij kan niet meer wisselen. Dus dan moet je zorgen dat je... Je was er langs. Nu is het tiki-taki. Nu komt het tiki-taki. Ja. Dat op. Bam! Ja. Ja hoor! Oh, ja. Goed. Ja, zuur. Goeie goal. Zuur voor Mitchell, want je zag dat hij wel gaan wisselen. Hè? Ja, dat hij 5 met de back wou spelen, maar het kon niet meer. En nu sta je 2-2. En dan is het toch weer van deze man is het toch Romal die het hardste lacht. Romal, die lacht ook heel hard waarschijnlijk. Ja. Waarschijnlijk Ali nog iets harder. Ja, dus dit is voor PSV zijn er natuurlijk geweldige beelden. Maar hier is Ronaldo met een Giovinki. Fantastisch. Fantastisch gedaan. Dit is ongekend, maar ja, geen doelpunt. Als Mitchell trucjes gaat doen. Ja, dan is het helemaal los. Dan gaat het helemaal los. Moet je oppassen voor die counter natuurlijk. Goede onderschepping van Manolas.
Vijf minuten nog, Bas. Ja, ik denk dat het een 2-2'tje blijft als ik heel eerlijk ben. Zou het er niet, oh, rechts lag wel ruimte om er overheen te gooien eventueel. Maar bijna gelijke spelen en dan zou je het net zien dat de top 3, de nummer 1 en 3, dan gelijk toch gaan spelen. Ja, want zowel Roda als ADO hebben nog niet gelijk gespeeld. Ze hebben, ja, ADO heeft 2 keer verloren, Roda 1 keer. Bal in de 16 bij Bill, randje 16 Casemiro, legt hem terug op naar Ingolan. Kan terug naar Casemiro centraal, wordt ook gedaan. Weer terug naar Ingolan, goed gespeeld, tikkie terug, nu heb je ruimte. Verdedigd, wat goed. Die bal heeft fraude geschoten, maar dit keer werd hij geblokt. Bill, die is links, die legt hem voor een auto. Dit kan niet. 3-2! En dan ging hij naar controle, Hou die controle bij je. Tom, doe nou niet, Tom, doe nou rustig. Tom, die is helemaal kwijt nu. Ja, dat is helemaal kwijt. 3-2. Kijk. Oh, 3-2. Oh, je staat eerst. Je staat eerst en dan verlies je met 3-2 van Mitchell van ADO, de nummer 3 in de Eredivisie. Oh, hij is helemaal klaar mee. Tom is boos. We moeten echt de politie gaan bellen, want het is toch stiekem een beetje een gestolen overwinning. Echt, Mitchell is de lachende man van de top 3 en Roda baalt. De meest bevredigende wedstrijd of overwinning tot nu toe? Ja, zeker. Van Tom gewonnen. Echt heerlijk. Hij was de koploper. En nu is hij nog steeds de koploper, maar sta ik op doelsaldo alleen nog achter hem. Echt een heerlijke overwinning, zeker op deze manier. Voor Tom onwijs vervelend natuurlijk. En Tom heeft echt gewoon goed gespeeld tegen me. Ik vind mezelf ook geen terechte winnaar van vandaag. Maar ja, het gaat uiteindelijk natuurlijk om de overwinning. Maar je zegt dat je jezelf geen terechte winnaar vindt, maar uiteindelijk heb jij de meeste doelpunten. Waarin vind je dan dat hij niet de terechte winnaar, of dat jij niet de terechte winnaar bent? Ik zat zelf gewoon die wedstrijd ook te spelen. Ik zat ook gewoon, ook al kreeg ik die goal, die 1-0 bijvoorbeeld tegen van Tom. Ik zat gewoon te genieten van hoe die speelde, hoe die tikte. Echt, ja, weet je, soms ik kan ook gewoon genieten van een mooie goal van de tegenstander. Bijvoorbeeld tegen PEC Zwolle kreeg ik ook een goal tegen. Toen zei ik ook, weet ik nog, mooie goal. Echt, weet je, ik kan ook gewoon genieten van mooie doelpunten. Dus ja. Ja, en om uiteindelijk dezelfde met de overwinning naar huis te nemen, is dan ook nog extra mooi natuurlijk. Ja, natuurlijk. De laatste minuut maak ik 3-2. En dan weet je eigenlijk al, dan kan alleen nog een aftrapgoal tegenkomen. En ja, gelukkig had ik niet tegen me gehad. En ja, toen heb ik gewonnen. Heerlijk. Ja, deze overwinning houdt natuurlijk de nummer 1 plek in stand. Ja. Heb je nog steeds de ambitie van, hey, ik kan dit echt helemaal aan om het helemaal te winnen? Nee, die ambitie heb ik nog steeds niet. Ik kijk nog steeds voor een wedstrijd aan. En ja, als ik dan op het eindmoment gewoon bovenaan sta, ja, dan zou ik het natuurlijk heel leuk vinden. Maar ik heb nog zelfs nog ik heb vorig jaar zei ik gewoon doelstelling top 5. Maar dit jaar heb ik gewoon geen doelstelling. Zoveel goede namen dit jaar. Echt de EDC. Echt heel hoog niveau dit jaar. Ja. Nou, tot nu toe ben je heel goed op weg. Ik ben heel benieuwd naar de rest van je wedstrijden. En ik wil je heel graag bedanken. Yes, dankjewel. Nou, Tom, wat gaat er door je heen? Ja, heel veel op het moment. Zoals je kon zien was het best een emotionele wedstrijd, ja. Ik kwam harder aan die late tegengoal, maar goed. Ik zit nu vol emotie. Ik moet nu natuurlijk geen domme dingen gaan roepen, maar hij is natuurlijk een hele goede speler. Geen schande om van te verliezen, maar ja, de manier waarop komt natuurlijk extra hard aan. Maar je hebt de afgelopen wedstrijden heel goed gespeeld, dus uiteindelijk kan je toch wel terugkijken op een heel positieve reeks. Al met al zal ik over een paar uur zeker tevreden zijn, maar ja, het komt gewoon heel hard aan nu. Ik kan me voorstellen dat zo'n domper van zo'n laat doelpunt heel erg veel mentale schade met zich meebrengt. Zeker weten, ja. Ja, ik deed er alles aan om hem tegen te houden, maar ook die 2 goals daarvoor, maar heel knullig. Maar het hoort erbij, weet je, het is een spelletje. Ik zal ook wedstrijden gaan winnen op die manier, dus ja, positief blijven. Het zal over een paar uur wel anders zijn. Ik sta nou eerste, dus... Daarom, je hebt inderdaad een heel goede stijgende lijn doorgezet. Eerste in de E-divisie. Het is toch dan helemaal geen schande om dan net te verliezen en uiteindelijk steeds eerste te blijven, toch? Nee, is ook zo zeker. Zoals ik zeg, straks zal ik ook zeker tevreden zijn, maar... Je wilt natuurlijk iedere pot winnen natuurlijk, maar komt goed. We gaan gewoon voor die eerste plek volgende keer, dus komt goed. Ik wens je heel veel succes, dankjewel. KPN, Mediamarkt, PayPal en Fox Sports, partners van de E-divisie.